Een heugelijk gebeuren zal uw feestvreugde op den 20e april 2023 opbeuren. De noordelijke stadpoort genaamd S-poort. U te mogen aankondigen, de voorzitter, de heer Theo van Rijmenam. Hoe bent u er zo op het idee gekomen om die nieuwe, om die stadspoorten weer in Almelo terug te willen? Nou, dat is niet zo'n ingewikkeld verhaal. Ik was op enig moment in Den Bosch. En daar kwam ik in de bestrating ook de oude stadspoorten tegen. Die had men met, daarin teruggebracht. En dat zie je ook in andere plaatsen. Maar in sommige andere steden, zoals bijvoorbeeld in België en Leuven, hebben ze er heel veel werk van gemaakt. En toen dacht ik, ik hoorde dat we hier ook stadspoorten hadden in Almelo. En denk, nou, dan moeten we iets mee gaan doen om te kijken of we die op een of andere manier kunnen terugbrengen. En dat was het begin. Nou, ik vertelde al bij mijn praatje dat de gemeente daar gelijk enthousiast over was. En toen zijn we maar aan de slag gegaan, niet wetende hoe ingewikkeld dit project was en wat voor tegenslagen je ook kunt tegenkrijgen. Maar goed, dat is allemaal goed gekomen, uiteindelijk. Er is aan de andere kant van de stad nog zo'n poort. En ja, zijn ze allebei bewust in dezelfde stijl uitgevoerd? Heel bewust in dezelfde stijl, omdat het ook twee stadspoorten zijn. En we hadden eigenlijk geen enkele reden om daar weer iets anders van te bedenken. Dat het in de zuidelijke poort anders eruit zou moeten zien dan de noordelijke poort. Nee, het was gewoon twee dezelfde poorten zoals het vroeger eigenlijk misschien ook wel was. Ja, want er moest natuurlijk ook de pandeigenaren moesten ook meewerken. Ging dat een beetje vlot? Dat ging heel vlot. We hebben in totaal 8 pandeigenaren bereid gevonden om mee te werken aan het bevestigen van muurankers. Nou, dat is best wel een ingreep kan dat zijn in een pand. Dat is allemaal goed gekomen en op die muurankers zijn ook allemaal getest. Met trekproeven, zodat die lamp ook veilig blijft hangen. En dat is allemaal, zonder enig probleem is die medewerking tot stand gekomen. Dus de mensen hoeven niet bang te zijn dat er een stuk muur los gaat raken? Voor zover ik weet, niet. Hoe is het om vanavond al zo'n mooie poort te mogen openen? Nou, dat is natuurlijk heel eervol, hè? Als je net 2 dagen in functie bent, dat je dan zoiets moois mag openen, dat is geweldig. Ben je op het goede moment gekomen. En gelukkig nu deze week en niet volgende week, dan had ik dit natuurlijk net gemist. Ja, prachtig. Ja, want u houdt zelf ook van geschiedenis, heb ik begrepen, hè? Geschiedenis, architectuur, erfgoed, ik heb daar gewoon een zwak voor. Ik vind het geweldig, ja. Dus ik vind dit echt heel mooi. Ik vind het een mooi kunstwerk geworden. En nu hebben we weer 2 stadspoorten in Almelo. Dat is toch ook geweldig? Dank u wel. Graag gedaan.